Wij zijn gewoon voor een open informatiesamenleving. Data moet vrij uitgewisseld kunnen worden. En ICT kan best wel voor heel veel problemen de oplossing bieden. Het is natuurlijk een heel erg complex verhaal wat we proberen te houden. We hebben het in principe gecomprimeerd. Je zou het kunnen samenvatten door het noemen van 3 punten. 1 is waarborgen, beschermen en herstellen van burgerrechten. En in sommige situaties zelfs mensenrechten. Denk bijvoorbeeld aan privacy, dat is niet alleen een burgerrecht. Daarnaast het hervormen van het auteursrecht. En het hervormen van het patentrecht. De vingerafdrukken voor uw paspoort liggen in Frankrijk bij een defensiebedrijf. E-mail en internetgegevens worden 6 maanden bewaard. Uw bankgegevens blijken jarenlang te zijn uitgewisseld naar de Verenigde Staten. Nederland heeft wereldwijd het grootste aantal telefoontaps. De locatiegegevens die vertellen waar uw mobiele telefoon zich bevindt, worden een jaar lang opgeslagen. Ja, ik ben game designer bij Virtual Fairground hier. We werken aan een massively multiplayer game, dus een groot online computerspel. En daar leid ik eigenlijk de economische ontwikkeling van het spel. Ook games hebben een economie, net zoals de echte wereld. En ja, het moet heel goed uitgebalanceerd worden, zodat mensen niet te veel of te weinig gaan verdienen. Okay, dus je bent een beetje de minister van Financiën van het spel. Ja, daar komt het wel op neer. Zie je vergelijkingen tussen het spel op de online wereld en de politiek in het echt? Nou, dat begint nu pas te komen eigenlijk. In de eerste instantie is het heel erg autoritair opgezet. Van dit zijn de ontwikkelaars, dit zijn de spelers. En er is eigenlijk geen wisselwerking tussen. Want de ontwikkelaars beslissen eigenlijk wat er in het spel komt. Gaandeweg zie je toch wel dat er steeds meer democratie eigenlijk in het spel komt. De ontwikkelaars luisteren steeds beter naar de spelers en geven ook steeds meer inspraak. En bij bepaalde spellen komt het al zover dat er ook echt verkiezingen gehouden worden in een spel. En dat ze bepaalde vertegenwoordigers van de spelers dus gaan onderhandelen met de ontwikkelaars van hey, we willen deze features in het spel hebben zitten. Doe er eens wat aan. Nou, wat je nu eigenlijk ziet is dat in de gamewereld de gameproducenten zeer weinig verdienen aan een spel. Op een titel die in de winkel ligt van 60 euro. En dan mag je blij zijn als er 1 of 2 euro naar jouw bedrijfje gaat. En de rest is allemaal tussenhandel. En voor de publishers, dus de eigenlijke auteurs en de creatievelingen, die verdienen eigenlijk helemaal niet zoveel op hun spel. Dat is een oneerlijke situatie. En wat we als piratenpartij graag zien, is dat er gewoon eerlijkere modellen opgezet worden. Eerlijkere systemen, waardoor die auteur dus meer verdient en de prijs voor de consument omlaag gaat. En er zijn best wel modellen. Wat we hier ook bij Virtual Fairground doen, is bieden het spel gewoon gratis online aan. Maar voor bepaalde onderdeeltjes moet je wat betalen. En dat is eigenlijk veel eerlijker, want dan kan de consument ook kijken van, nou, bevalt dit spel mij, vind ik dit leuk, wat wil ik hiermee doen? En als ze niet willen betalen, ja, dan betalen ze niet. Maar ja, het wordt natuurlijk wel een beetje aangemoedigd om toch wel wat te betalen. En dat gaat dan direct naar ons toe, zonder alle tussenhandel ertussen. Het meest schrijnend vind ik zelf de farmaceutische industrie. Dan doe ik met name op farmaceutische octrooien, of patenten zoals mensen dat noemen. Hierdoor gaan dagelijks echt letterlijk mensen dood. Dat is onnodig. De prijzen van medicijnen die zijn ook gewoon veel te duur. We betalen gewoon voor marketing en voor kunstmatige schaarste. Er bestaat bijna geen stimulans meer om medicijnen te ontwikkelen die daadwerkelijk mensen genezen. Of ziektes behandelen waar een grote groep mensen aan leidt. Het is nu meer lucratief om een luxe ziekte te behandelen, om even iets te noemen. Dat zijn hele kwalijke zaken die op een vrij eenvoudige manier opgelost zouden kunnen worden. Terwijl artsen en verpleegkundig personeel zich kapot werken, kunnen farmaceutische bedrijven achteroverleunen dankzij ons fantastische patentmodel. Medicijnen kunnen jarenlang voor 100 maal de kostprijs verkocht worden. Zijn die patenten verlopen? Geen probleem. Omdat farmaceutische bedrijven 2 maal zoveel geld uitgeven aan marketing dan aan onderzoek, wordt dus onmiddellijk een nieuw, veel duurder medicijn door de strot geduwd. De Piratenpartij wil farmaceutische patenten afschaffen, zodat bedrijven gedwongen worden te innoveren in plaats van andermans leed als melkkoe te gebruiken. We zien nu dat mobiliteit gewoon een probleem begint te worden. Steeds meer wegen slippen dicht en het openbaar vervoer zit al overvol. We willen gewoon inderdaad dat mensen vanuit huis gewoon veel meer kunnen doen. En dat is ook dus het onderwijs, maar ook hun werk. En vaak zien we nu dat vanuit de werkgevers daar toch een beetje huiverig op gereageerd wordt. Van, doen die mensen echt hun werk wel?
Maar als je bepaalde softwaresystemen installeert, dan kan je gewoon vanuit thuis gewoon allerlei taken gewoon bijdragen. Dan kan je ook afvinken van nou, dit heb ik gedaan, klaar. Nou, dus die controle is er dan zonder echt inbreuk te maken op jouw persoonlijke levenssfeer. En toch is de werkgever dan tevreden dat zijn deadlines gehaald worden. Ik zie piratenpartijen ook als een katalysator. We leven niet meer in een tijd van industrialisatie. We leven in een informatiemaatschappij. We willen dat die vrij is. Net zoals we wilden dat de tijd van industrialisatie vrij zou zijn. Ik kan zelfs stellen dat zoals de opkomst van het communisme, het socialisme en later het socialisme als gevolg van de tijd van industrialisatie analoog is aan de opkomst van piratenpartijen in een informatiesamenleving. En vanuit die visie voorspel ik ook dat uiteindelijk iedere politieke partij een piratenpartij zal zijn. Ze zullen alleen allemaal in hun eigen spectrum blijven bewegen.